4 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Een Boeing 747 van de Amerikaanse maatschappij United Airlines heeft met een groot gat in de romp een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Honolulu op Hawaii. 5 of 6 passagiers worden vermist. Ze zijn vermoedelijk naar buiten gezogen. Het toestel was op weg naar Nieuw-Zeeland toen de piloot melding maakte van problemen met beide rechtermotoren. Na de landing op Honolulu bleek er aan de rechterkant van het toestel een groot gat in de romp te zitten. De Verenigde Naties hebben voor het eerst een rapport opgesteld over de mensenrechten in Cuba. Er wordt melding gemaakt van schendingen, onder meer door het martelen van gevangenen. In totaal hebben de makers van het rapport 1600 klachten van Cubanen binnengekregen. Bij het ministerie van WVC zijn dit jaar 131 gevallen van nekkramp gemeld. 15 mensen zijn aan de ziekte overleden. De dood van een 2-jarig jongetje in Zundert vandaag was nog niet bij het ministerie gemeld en is niet meegerekend. Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat hij naar geld zal zoeken voor onderzoek naar de nekkrampepidemie. De politiebonden hebben het overleg met het ministerie van Justitie over de Rijkspolitie opgeschort. Ze protesteren hiermee tegen het tekort van 60 miljoen gulden op de begroting van het Korps Rijkspolitie. Daardoor dreigen 600 arbeidsplaatsen verloren te gaan. De bonden zeggen zich te beraden op vormen van protest. Het begrotingstekort is ontstaan door onverwacht hoge kosten voor de ongemakkenregeling, automatisering, materieel en gebouwen. Het weer, de verwachting geldig tot morgen middernacht. Geleidelijk toenemende bewolking en vanaf vanavond periode met regen. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum. Zuid tot zuidoost 7. IJsselmeer, zuid tot zuidoost 6. Tot zover dit ANP-bulletin. Verkeersinformatie. Files op de A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienenoordbrug 5 kilometer file. Einde van deze uitzending.